Ken je de Fraggles? Ja, Fraggle Rock. Ja. Wat moet ik nog meer dingen zeggen? Nee, ik vroeg mij of je de Fraggles kent. Muppets. Maar ken je Reizende Oom Roel in de Fraggles? Heb je het volgens mij al eens eerder over gehad? Reizende Oom Roel. Ik vind jou een beetje de Reizende Oom Roel van Inside Gamer namelijk. Omdat ik... Jij bent naar Londen geweest. Oh. Voor de hele Master Chief Collection. Ja, dat is waar ook, ja. Ja. Ja, inderdaad. Maar weet je wat Reizende Oom Roel altijd doet bij de Fraggles? Nee. Een ansichtkaartje sturen van waar die is geweest. Oké. Okay. En wat heb jij niet gedaan? Ik heb geen ansichtkaartje gestuurd. Jij hebt geen ansichtkaartje gestuurd. Nee, daar geniet de tijd voor. Ik was te druk bezig met Halo, de Master Chief Collection. Goed, dan mag je nu geen ansichtkaartje schrijven, maar wel alles vertellen over Halo, de Master Chief Collection. Ik maak een visuele ansichtkamer de woorden. Nou, dat vind ik mooi. Komt-ie. Ga los. Halo, de Master Chief Collection. Ja. Dat is een verzameling van 4 Halo games. Maar er zijn er meer, toch? Er zijn er meer, jazeker. Ja. Inbegrepen zijn Halo 1. Halo Combat 1. Evolved, ja. Halo 2, ja. Halo 3 en Halo 4. Waar is Halo Reach? Niet inbegrepen. Helaas. Nee. Oké, Halo 1, 2, 3 en 4. Ja. Het zijn remakes, toch? Ja, tot op zekere hoogte. Het zijn dezelfde games, ja. Alleen dan in HD. HD'er. HD'er. HD remakes. Dus. HD'er remakes. Ja, want we kunnen wel zeggen HD remake, maar Halo 3 en Halo 4 waren al HD. Ja. Maar ze zijn nog HD'er gemaakt. Ze zijn nog HD'er gemaakt. Ja, ze zijn nu 1080p, 60 frames, noem maar op. Oké, maar we krijgen dus die 4 games. Ja. De storylines van die 4 games kunnen we gaan spelen. We kunnen alle multiplayer maps kunnen we weer gaan spelen. Ja. Maar hebben ze Halo 1 en Halo 2 kunnen dan nu wel in volledig HD sprankelend spelen? Ja, wat ze bij Halo 1 en Halo 2 hebben gedaan. Net zoals bij Halo Anniversary, was een paar jaar geleden was dat. Had je zo'n modus dat je gewoon op een knop drukte en dan ging je van de 2001 graphics sprong je naar de 2011 graphics. En dat was echt een wereld van verschil. Dus, wow. Dus, dat we dit ooit hebben getolereerd, zeg maar, dat games er zo uitzagen. Mm-hmm. Dat heb je nu dus ook met Halo 2. En dat is helemaal, ik weet nog dat ik Halo 2 fucking mooi vond. Dat ik dat zag, dat er de hele tijd reclames van waren. En ik dacht van, wow, ik heb geen Xbox. Maar nu moet ik een Xbox. Maar nu, ik ga nu naar iemand toe, die heeft wel een Xbox. En dan ga ik hem vertellen dat hij Halo 2 moet kopen, want dan kan ik zien hoe mooi het is. Ja, maar goed. Weet je, gameplay was 10 jaar geleden was het anders dan het nu is. Mm-hmm. Wat we nu krijgen is eigenlijk gewoon HD remakes, maar wel met dezelfde gameplay van toen. Maar blijft die gameplay vandaag de dag nog overeind staan? In 2014? Ja, wat mij betreft wel. En Halo 2 die heeft een multiplayer, die is, ja, die schijnt is geliefd. Het schijnt een van de beste multiplayer games ooit te zijn. Ja. Kunnen we een heel technisch verhaal gaan doen over waarom dat is? Ja. Het heeft te maken met glitches die erin zitten, die heel goede spelers die kunnen die heel gruwelijk misbruiken en dan kunnen ze allemaal trucjes doen en dingen die ik niet kan. Ja. Maar ik waardeer het op een ander niveau, denk ik. En ja, het is nog steeds een hele leuke, gewoon basic multiplayer, weet je, zoals je eigenlijk niet meer ziet. Want als je nu kijkt naar multiplayer games, het is allemaal perks en skills en upgrades en dingen. Dat heeft Halo allemaal. Ja, Halo is gewoon springen en schieten. Maar gaan die fans die gewoon helemaal lauw gingen op Halo 2, die elk hoekje, elke glitch wisten te vinden in Halo 2, gaan die ook weer terugvinden in deze Master Chief collectie als ze Halo 2 multiplayer gaan spelen op 1080p met 60 frames per seconde? Dat is een goede vraag, Martin. En daar ga ik een antwoord op geven. Dat is nog maar de vraag of ze daar tevreden mee zijn. Oké. Okay. Want als het meer dan 30 frames wordt, wat het eerst was, dan veranderen een heleboel kleine dingen. En de kans bestaat dan dat een heleboel van die glitches die goede spelers dan gebruikten, dat die allemaal niet meer mogelijk zijn. Ja, het waren altijd een soort van knoppencombinaties die je dan kan doen. En dan kon je met one shot kon je one kill maken. Ja, kon je meteen iemand schild leegmaken of zo. Dat soort dingen. En dat, of dat er nog steeds in zit, dat moet je niet aan mij vragen. Jij bent pro, toch? Ik ben MLG pro, ja, daarom. Maar niet in Halo 2. In Halo 3 ben ik wel heel goed. Ah, oké. Okay. Dus als daar veranderingen in komen, dan ben ik de eerste die het je vertelt. Ja. Maar van Halo 2 is het gewoon, het voelt voor mij, als iemand die hem gewoon splitscreen heeft gespeeld destijds, voelt het gewoon als dezelfde game en dezelfde maps. Niet alle maps trouwens, dat moet er wel bijgezegd worden. Nu denk je van, het is de collection, dus dan heb je alle maps. Ja. Dat is dus niet het geval. Oh, oké. Okay. Dus die kan je waarschijnlijk nog over een paar maanden erbij gaan kopen. Natuurlijk. Ja. Maar voor de rest is het gewoon dezelfde wapens, dezelfde maps, dezelfde rode mannetjes, blauwe mannetjes, schieten op elkaar. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, is het de moeite waard?
Ja, nou ja. Weet je, ik ben al zo oud, ik val bijna om hier van deze kruk. Mm-hmm. Dus ik heb alle Halo's heb gespeeld. Ja. Ik heb al de storyline, die droom ik nog elke avond. Maar moet ik het nog een keer gaan spelen? Je hebt de boeken gelezen. Ik heb alle boeken gelezen. Halo 1, 2, 3, de 5. Films, de serie. Ja. De proloog, de epiloog, alles bij elkaar heb ik gelezen. Ja, nou ja. Heel veel mensen vonden die cliffhanger van Halo 2 destijds verschrikkelijk. Ja. Dat is wat ik me nog heel erg van die game herinner. Van dat een game zo kut kan eindigen. Ja. En nu is het gewoon zo van, je hebt Halo 2 uitgespeeld. En hoef je niet 4 jaar te wachten. Dan kan je gewoon meteen een Halo 3 beginnen. Maar als ik het nou al heb gespeeld, moet ik het dan nog een keer spelen? Ja. Misschien is het zo van, het is 10 jaar geleden dat Halo 2 uitkwam. Dus misschien heb je wel zoiets van, hoe was het ook alweer? Ja. En hoe ging het? Ik wil het nog een keer ervaren. Of Halo 2 was mijn eerste online multiplayer game. Dat was zo vet. Ja. Ik wil terug naar die tijd. Terug naar die tijd. En als ik het nog nooit heb gespeeld, is het dan de moeite waard? Want het is natuurlijk wel gameplay uit het jaar 2004. Ja, 2004. Ja, nee, in zekere zin is het nog wel te doen. Maar ja, het is allemaal heel basic. Heel veel van die dingen. Weet je wel? Okay. Daar moet je wel rekening mee houden. Het is niet het gigantische ADHD-tempo van een Call of Duty. Of ja. Zo. Nee, het is Halo. Het is wat trager, wat logger. Maar alsnog zit er wel heel veel skill in. Dat is wel... Okay. Wat er nog steeds in zit, ja. Ja, ik vind het een lastige titel. Want ik heb er zelf bijvoorbeeld heb ik heel veel zin in. Mm-hmm. Maar gewoon om nog één keer gewoon terug te gaan naar die tijd van dat ik mijn eerste Xbox kocht en met Halo erbij. Omdat wat ik toen meemaakte, dat volgens mij was het de tweede map dat je echt op die planeet kwam. En je zag die Halo, die ring, wat dat voor indruk met me maakte. En dat ik echt zo'n wauw moment had van holy shit. Dit is echt, voor mij was het toen van, ik had een nieuwe console en dat was echt voor mij mijn wauw moment dat ik mijn vrienden opbelde van, wow, je moet dit zien, je moet nu op je fiets stappen, pas op voor de auto's in Amsterdam en je moet nu naar mij komen en kijken naar dit moment wat ik nu net heb beleefd. Maar als ik dan misschien straks weer, ik wil dat moment nog een keer beleven en maar ik ben gewoon benieuwd of het net zoveel indruk maakt. Dan moet je dat gedeelte van je geheugen wissen, weet je wel, Eternal Sunshine-achtige shit. Ja, okay. Want anders, dat maak je nooit meer mee, zoals nee, dat. Nee, dat is wel. Maar ik ben toch benieuwd hoe dat dan is. En ik ben ook benieuwd of mensen die het nog nooit hebben gespeeld... dezelfde ervaring gaan hebben die ik misschien 15 jaar geleden had met die game. Ja, ik sprak daar zo een van de Duitse gast of Franse gast, ik weet niet meer. Duits, zei Frans, van, niet, ja. Naast elkaar, dat is in de buurt. Mm-hmm. En die zei van, ik heb eigenlijk nog nooit... Ik heb alleen Halo Reach gespeeld. Ja. Dus dit is wel een goed moment voor mij, denk ik, om ze allemaal een keer te gaan spelen. En denk van, ja... net als de laatste fase op de PlayStation 4 uitkwamen, heel veel mensen toen zoiets hadden van, ik heb de PlayStation 3 nooit gehad, dus ik heb dat allemaal nog nooit kunnen spelen. Ik denk dat het op de Xbox One precies hetzelfde is eigenlijk, van mensen die nooit een Xbox hebben gehad en dan nu eindelijk Halo kunnen spelen. Ja, want Halo is wel zo'n serie die je als game connoisseur natuurlijk wel echt in je collectie moet hebben. Want ja, als je nog nooit een Halo hebt, je moet zeker weten een Halo gespeeld hebben. En als je nog nooit een Halo game hebt gespeeld, waarom zou je dan niet voor deze Master Chief collectie gaan? Nee, dan is dit hem. Dan is dit hem toch? Ja. Nou, zijn we het daarover eens? Dit is hem gewoon. De Master Chief Collectie. Of je nou wil, of niet.